Zundert, een dorp ten zuiden van Breda, gelegen aan de Bredase weg op een paar kilometer van de grens met België. Het is vrijdagavond 11 november, het is koopavond. De meeste winkels zijn open. Dat geldt ook voor een filiaal van Zeeman op de markt. Het is 7:45 en de grootste drukte lijkt voorbij. Eén medewerkster staat in de winkel, terwijl haar collega in het kantoor wat papierwerk doet. Verder zijn de klanten op zoek naar een koopje. Maar dan verandert de avond ineens in een drama. Geld, geld, ik wil 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 geld. Wij komen nu, wij komen. Jij, op de grond, jij ook, op de grond, zitten. Als de medewerkster de koude loop van een pistool voelt, is ze doodsbang. Bang dat hij er zal neerschieten. Geld! De overval duurt maar een paar minuten, maar dat is voldoende om de medewerksters en de klanten in shock achter te laten. En hier, op de Kasperdamstraat, zijn we ze kwijt. En dat ging om een zwarte auto waarmee ze de straat uitscheurden. Ook al zijn dit geen hele duidelijke beelden, we laten ze het toch zien. De overvaller met een pistool is blank, een jaar of 20 en heeft een slank postuur. Degene met het mes droeg een lichtblauwe broek met daaronder zwarte gimpen. Het gebeurde dus op vrijdagavond 11 november vorig jaar. En dat is al wel even geleden, maar er zijn sindsdien ook de nodige sporen onderzocht. Zoals bijvoorbeeld deze handschoen. En die is hier verloren, waarschijnlijk door die daders. En daar willen we meer van weten. Wie zegt dat iets? Van wie is die handschoen bijvoorbeeld? En er zijn nog meer aanknopingspunten. Want hier bij discotheek Café Stuyvesant, net buiten Zundert, zijn diezelfde avond om ongeveer 9 uur twee jongens gezien. En ze komen aan op een zwarte omafiets en ze vallen op. Ze gedragen zich vreemd en ze zijn ook wat opgefokt. En we sluiten dan ook niet uit dat die twee iets te maken kunnen hebben met die overval. Als die jongens dan weer verder gefietst zijn in de richting van Rijsbergen, komt vlak daarna hier een groene Volkswagen Golf langs. En die scheurt hier over het parkeerterrein direct door, ook in de richting van Rijsbergen. Misschien om die jongens op te halen? Elke tip is welkom. Net na vrijdagavond 11 november hebben ze behoorlijk wat geld gehad. Dat is opvallend. Bel nu 0800 60 70. En anoniem blijft u via 0800 7000.